Goeiedag en een heel hartelijk welkom bij deze nieuwe uitzending van Hofstreek Omroep. En met trots kan ik melden in deze geheel vernieuwde studio. Bij mij in de studio, Gerrit Wiggers. Zometeen ga ik met u een gesprek aan over de Constantijnschool. We hebben het ook over de Constantijnschool, maar dan de lipdub. En wat dat is, dat hoort u straks. We gaan de herfst in, en wel in het Weldam, en naar een vakantiefilm in Spanje. Maar zoals gezegd, allereerst Gerrit Wiggers. Ja, en voor mij eigenlijk ook nog een beetje meester Wiggers. Inderdaad, klopt. Ja, mag ik ondertussen al Gerrit zeggen? Ja hoor, je zegt maar Gerrit. Nou, gelukkig, dat is fijn. Ja, wat een bekend gezicht voor de Constantijnschool. Want hoe lang staat u al in deze school? Nou, dat moet even narekenen. Ik ben in februari 1975 begonnen. Dus dat betekent dat het ruim 38 jaar is. Ja. 38 jaar in de Constantijnschool. Ja. En... jaren die voorbij lijken gevlogen, maar toch al 38 jaar. Ja. Ja, en wat zijn de functies die u daar bekleed heeft binnen die school? Nou, ik ben in februari begonnen na de vervulling van mijn militair dienstplicht in klas 4. Later heette dat groep 6. En daar heb ik jarenlang lesgegeven. Toen combinatie 6-7, groep 7 gehad, groep 8 jarenlang gehad. En ik zocht een beetje naar nieuwe uitdagingen en probeerde die op school te vinden. Alleen na groep 8 waren er niet zoveel uitdagingen meer. Dus toen gekeken van, is er buiten de basisschool ook wat te vinden? En toen ik bezig was aan het zoeken om een plek te vinden in het voortgezet onderwijs, kwam er een plek vrij voor ICT'er en later adjunct directeur. Toen heb ik dat met beide handen aangegrepen, want ik was echt toe aan een nieuwe uitdaging. Dus om dat te kunnen vervullen op de school waar ik al jarenlang met veel plezier had gewerkt, was dat heel plezierig. Ja. En toen dat hele tijd gedaan en voor een jaar of 5 terug heb ik de functie van directeur overgenomen. Eerst als vervanger en toen als vast leidinggevende bij ons op school. En dat doe ik tot op vandaag nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme. Ja, want wat maakt dan het onderwijs? Waarom is dat dan zo leuk om daar te blijven? En dat al heel wat jaren. Nou, onderwijs maakt het ten eerste leuk omdat je met kinderen werkt. En kinderen zijn boeiend, kinderen zijn enthousiast, kinderen zijn onbevangen, brengen elke keer weer nieuwe dingen in. Dat maakt het interessant. En de tweede ben ik een mensenmens. Dus het samenwerken met mensen is wel mijn passie en dat vind ik heel plezierig. En ja, je probeert uit collega's, uit kinderen het beste te halen. En om dat elke keer weer voor elkaar te krijgen, is dat elke keer een nieuwe uitdaging. Ja, nou is er ook de laatste tijd heel wat gebeurd bij de Constantijnschool. Een compleet nieuw gebouw. Ja. Niet voor niks gekomen natuurlijk. Nee, inderdaad. Nou, dat heeft zijn geschiedenis natuurlijk. We hadden de oude Constantijnschool een aantal keren uitgebreid, omdat we groeiende waren. Dus elke keer was er een lokaal aangeplakt. Eerst kwamen de kleuters erbij, toen bij de vorming van de basisschool. En toen kwamen er wel twee lokalen bij. De zogenaamde dependants, die een gedeelte van het schoolplein in beslag namen. Maar toen moesten we weer uitbreiden, omdat gelukkig ons leerlingenaantal groeide. En toen hadden we de discussie van, waar moet het nieuwe lokaal komen te staan? Alles bekeken, allerlei schetsen gemaakt, architecten die zijn druk aan het werk geweest. En daarnaast kwam de kostenraming. En dat betekende dat het zoveel geld ging kosten en dat we eigenlijk nog in de oude school zaten met heel veel onderhoudskosten nog erbij. Geen energiezuinige school. En daar kwam nog bij van, ja, maar dan bouwen we een lokaal erbij. Zijn we er dan? Hebben we dan genoeg ruimte? Dus alle kosten met elkaar vergeleken, mogelijkheden met vergeleken. We zitten nog steeds in een oud gebouw. En toen alles bij elkaar gezet, en toen de tijd met de toenmalige wethouders en bestuursleden en burgemeester overlegd van het zou waarschijnlijk beter zijn om te kijken naar een nieuw gebouw. Maar waar dan? Nou, en toen kwam het balletje aan het rollen en toen is de plek gekozen voor de toenmalige gymzaal en bibliotheek. En daar hebben we ons nieuwe gebouw neergezet. En inmiddels zitten we er al ruim 3 jaar in tot de volle tevredenheid. Ja, nou dat is al heel positief. Wat zijn de reacties geweest toen jullie net in de school kwamen? Toen we net in de school kwamen, toen hebben we natuurlijk heel veel mensen gehad van buitenaf die de school hebben bekeken. Die zeiden van, wat een mooie school, wat een rust, wat een uitstraling. Het is natuurlijk een hele mooie plek. Maar wat mensen ook vooral zeiden van, als ze binnenkwamen, wat een ruimte binnen. Want als je de school van buiten ziet, denk je ogenschijnlijk dat het een vrij kleine school is. Terwijl we toch bijna 300 kinderen bergen in die school. En als mensen dan binnenkomen, dan zien ze dus de ruimte en de manier waarop het praktisch ingericht is. En daar krijgen we heel veel positieve reacties over. Ja, en de collega's en kinderen vonden het natuurlijk een geweldig gebouw om in te werken. Alles nieuw.
En dat is uitermate plezierig en positief om daar in zo'n werkomgeving je dagelijks werk te doen. Ja, en om een inzage te geven in de Constantijnschool hebben jullie een lipdub georganiseerd. Inderdaad. Nou, daar gaan we nu naar kijken.